Wat hebben Hillary Clinton en Al Gore met elkaar gemeen? Beiden haalden ze meer stemmen dan hun tegenstrevers Bush en Trump. En toch werden ze geen president. We must accept this result, which will be ratified next Monday in the Electoral College. Daar gaat het inderdaad over. The Electoral College, het kiescollege. Amerikanen stemmen namelijk niet rechtstreeks voor een president, maar onrechtstreeks op electors, kiesmannen. En nee, in 2024 hebben we daar nog geen genderneutrale vertaling voor, maar dat terzijde. Aan alle staten is een aantal kiesmannen toegewezen op basis van bevolkingsgrootte. Een grote staat zoals Californië bijvoorbeeld heeft 54 kiesmannen. In een dunbevolkte staat als Montana zijn er maar 4 kiesmannen. De oppervlakte van de staat doet er niet toe. In totaal zijn er dus 538 kiesmannen en samen vormen zij het kiescollege. Om president te worden heb je de helft plus 1 van al die kiesmannen nodig. De magische grens op verkiezingsavond is 270. Die magische grens, dat magische cijfer van 270. 270, wat zeg ik? Ja. 270. 270 kiesmannen, het magische getal. Hoe komt het dan dat de kandidaat met de meeste stemmen niet altijd president wordt? Behalve in Nebraska en Maine geldt overal het winner takes it all principe. Dat betekent, wie de meeste stemmen haalt, krijgt alle kiesmannen. Met andere woorden, ook al win je in een staat met miljoenen stemmen voorsprong, het aantal kiesmannen blijft gelijk. Op die manier kan je wel degelijk in totaal over alle staten heen het meeste stemmen halen, maar niet per se de meeste kiesmannen. Wat als iemand die 270 kiesmannen niet haalt? Een gelijkspel? 269 is in een race met 2 perfect mogelijk. Dan beslist het Huis van Afgevaardigden. Dat is nog maar 1 keer gebeurd. In 1800 met de derde president, Thomas Jefferson. En ook al is de kans heel klein, als nog Harris, nog Trump 270 haalt, dan beslist het Huis van Afgevaardigden wie president wordt en de Senaat beslist wie de vicepresident wordt. Maar als we dit keer de rust aan het Capitool willen bewaren, kunnen we maar beter hopen dat dat niet gebeurt.